Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Stem jij op een kandidaat van de ene kant? Denk je eerder zoals een partij aan de andere kant? Of heb je nog geen idee voor wie je gaat stemmen? Het Nieuwsblad houdt de vinger aan de pols tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Want dankzij ons weet je wat er leeft in jouw buurt. Zo weet je nog beter of je straks links, rechts of ergens in het centrum gaat stemmen. Lees nu met 50% korting op nieuwsblad.be/actie. Kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Dag Ewout, alles goed? Met mij altijd, dat weet je toch, hè? En met u? Oh, slecht, slecht, slecht. Oei. Ik sta voor dure weken, kameraad. Oh, bovenop de feestdagen zie ik ook nog met een hoop verjaardagen enzovoort. En bij mij begint ellende al op 23 november. Met de verjaardag van mijn oudste zoon. En die wil een nieuwe tv. En... Maar Christophe, dat is toch net op tijd met Black Friday? Jij denkt dat je dan altijd de beste deals kunt doen? Man, 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 toch. Kom, start maar snel de intro. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Ewout. De mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Allee, Christophe, een tv hoor ik dat. Jij staat voor grote kosten. Oh, zwijg stil. Dat is bij mij altijd zo gepuzzeld, die eindejaarsperiode. Want ik probeer dan eigenlijk zoveel mogelijk budget voor al die feestdagen en verjaardagen zo te combineren voor ene grote, deftige cadeau eigenlijk, waar dat iedereen zo'n beetje wat aan heeft. Dus daar wordt altijd heel zwaar over onderhandeld. Met alle betrokken partijen zijn er dus, ja, ik ken de kinderen, drie kinderen onder elkaar. Heeft iedereen zijn advocaat dan bij aan de keukentafel, zo, als die onderhandelingen starten? Well, kijk... Het zijn al zware onderhandelingen geweest, maar het ziet er dus naar uit dat we nog een extra tv gaan kopen, zodat we alle drie onze eigen tv hebben. Ja, dat is dan uren onderhandelen en dan hopen op een novemberverklaring. Of... zoiets, zoiets. Arthur slaat dan op het einde nog zo een keer op tafel van... Luister, genoeg getalmd. Er zijn hier allianties gesmeed. Er zijn hier... Ik wil mijn kinderbijslag. Ik wil mijn kinderbijslag. Zeg maar, jij zijn nu alle drie hun eigen tv... Klopt, ja, dat? Ja. Gaat het die dan zo naast elkaar in de living zetten als een soort van enorm flatscreen van 7 meter lang? Dat zou het echt zijn. Hoe moet ik mij dat inbeelden? Alle drie naast elkaar met een noise cancelling koptelefoon op en gewoon af en toe elkaar zo een keer appen. Zo van, zeg Noah, al uw bepaling is wat Freeway Cola Zero uit de frigo. Waarop je zoon terug appt. Zijn er nou weer reclame aan het maken voor de Lidl pa? Ja, nee, maar serieus. Maar Bert had wel gelijk eigenlijk. Van, qua timing heb ik nog wel chance, want ja... Black Friday komt eraan, hè. De laatste vrijdag van november, dag na Thanksgiving. De jaarlijkse hoogmis. Zo dat ene gatje in de kalender dat de winkels nog hadden, dat er geen enkele andere korting was, hebben ze gezegd van, dit maken we, dit kleuren we zwart en we zoeken wel een naam later. Ja. Zijn nog zo 10 dagen tot aan Sinterklaas. Dat kan niet. Nee. Ja, inderdaad. Black Friday valt dit jaar op vrijdag 25 november. Maar enfin, eigenlijk begint hij al op maandag, hè, want het is al lang niet meer Black Friday, want het is eigenlijk gewoon een hele week Black Friday. Toen we denken aan de $4 dagen van Inno van vroeger, die duurden ook 10 dagen uiteindelijk. En dan waren ze aan het denken, mannetjes, kunnen we dan niet gewoon... Ja, maar dat merk is gedeponeerd en dit en... Ja, 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 ja. Maar ja, kijk, ik heb wel chance, want... Wacht even, Noah wordt de 23e, wordt hij 10 jaar. Dus ja, Black Friday valt pas de 25e. Maar gezien dat Black Friday eigenlijk week, begint op maandag, kan ik nog net op tijd zijn om waarschijnlijk... Ja. Een goede tv te scoren. Trouwens, weet jij waar dat de term Black Friday vandaan komt? Is dat omdat mensen hun zwart geld moesten opdoen, of? Nee. Dat is het niet. Ja. Je zet weer niet mee. Ja. Ik hoor het al. Het wordt tijd voor... Don't know much about history. Huismans, ja. Opletten. Okay. Het is hier geschiedenis. De eerste keer dat de term Zwarte Vrijdag gebruikt werd, was niet voor inkopen... Tommerik. Maar voor een financiële crisis zijn er de goudcrash in september 1869. Twee grote Wall Street financiers,
werkten toen samen om zoveel mogelijk via Schout op te kopen in de hoop dat de prijs zou stijgen en ze met veel winst terug zouden kunnen verkopen. Op die zwarte vrijdag in september 1869 kwam de samenzwering uit. Hierdoor kwamen de aandelen in vrije val, wat zorgde voor veel faillissementen. Meester, meester Bogaerts. Wat is het, huismans? Ik heb hier een beetje gegoogeld en ik heb iets helemaal anders gevonden. Wat dan? Dus, volgens Google komt er aan Black Friday uit de Amerikaanse stad Philadelphia, waar in de jaren 60 ooit een enorm verkeersinfarct was op de dag na Thanksgiving. En daarom hebben ze dat Black Friday genoemd. Dat interesseert me niet. Dat staat niet in mijn handboek. We doen voort. Want... Het boek is misschien van voor de jaren 60, hè, meester Bogaerts. Zoals de kledingstijl. Huismans, pak uw agenda al maar. Dat wordt straks een nota. Ik doe voort, want... Rond 1981 werd voor het eerst ook melding gemaakt van een alternatieve theorie. Dat op die dag de winkeliers voor het eerst in het zwart komen te staan. Dat wil dus zeggen dat ze pas op Black Friday winst beginnen te maken. Ah ja, je begrijpt toch waarom, huismans? Op Black Friday? Dat is dus 11 maanden dat die geen winst maakte. Ah, exact. Daarom is het zo belangrijk van veel te consumeren op het einde van het jaar. Opdat de winkeliers anders failliet gaan. Nu snap ik het. Onthoud het. Moeten we dat kennen voor het examen? Je moet alles kennen voor het examen. Christof, daar gaan we toch geen terugkerende rubriek van maken? Hè? Nee, aan Bert zijn gezicht te zien, denk ik niet. Nee. Daarbij, jij weet toch dat Wikipedia gewoon zo'n knopje heeft om dat voor te lezen? Hè? Ja, maar ik ben niet zo goed met technologie. Maar het is wel waar, Black Friday staat voor de deur. De luisteraars willen ongetwijfeld weten, is dat de moeite ten eerste? Word ik hier niet in het zak gezet eigenlijk, stiekem? En hoe kan ik zien of ik in het zak gezet word? En kan ik niet beter wachten op de solden? Want dat is 2 maanden later. Maar eigenlijk, maar een dikke maand later. Ja. Dat komt heel vroeg op elkaar. Allemaal een heel goede vraag, Ewout. Ik zou zeggen, voorbereiding is alles. Deze aflevering komt de 16e november online. Dat wil zeggen dat je nog 5 dagen tijd hebt vooraleer Black Friday week begint. Dus maak daar gebruik van en je zal snel weten of je een goede deal hebt gedaan of niet. Plus, je vermindert ook het risico dat je jezelf in het zak zet. Weet je wat? Ik ga er nog even mijn krijtbord bij halen, want anders heb ik dat hier voor niks meegenomen. Voor zo 1 tussenkomst die er ook maar stoemen. Huismans, het is tijd voor de volgende les. Zo maak je van Black Friday Vrek Friday. Noteer, stap 1. Bepaal op voorhand wat je wil kopen. Nu mag ik toch normaal praten? Ja, liefst. Ja, oké. Okay. Chance. Ik heb het al gezegd, ik ga waarschijnlijk een tv kopen, maar dat is het dan ook. Hè. Allee, voor mijn part staan de iPhones, bij wijze van spreken, aan min 50% tijdens Black Friday. Ja, ik moet geen nieuwe iPhone hebben. Ik moet hem niet hebben aan 100% van de prijs, ik moet hem niet hebben aan 50% van de prijs. Ja, geen impuls aankopen voor deze vrek, want dat is natuurlijk waar ze altijd volle bak op rekenen hè, tijdens Black Friday. Ja, en waar ze nog meer op rekenen dan tijdens de solde bijvoorbeeld. Ah ja, nog meer dan tijdens de solde. Want ja, solden die duren namelijk een hele maand. Ja, Black Friday, dat duurt maar een week. Maar weet je, ze veranderen zelfs die naam niet. Nee. Gewoonweg omdat dat dan veel dwingender klinkt. En exclusief, dat mensen... echt. Ja, doe exact. Het nu, 24 uur en dan is het gedaan. Exact. Het is allemaal zo van nu kopen. En ook, groot verschil, bij solden moeten de handelaars eigenlijk van hun stok af, hè, van wat ze nog allemaal over hebben. Ja, bij Black Friday is dat ook een beetje, maar ja, het zijn ook gewoon de producten van nu, hè. De producten die na Black Friday ook gewoon nog altijd in de winkel gaan liggen, zorgt toch ook altijd voor een beetje extra, ja, hoe zal ik het zeggen, extra motivatie om te kopen, hè. Want ja, je redeneert van, ja, als ik het nu niet koop op Black Friday en ik heb het volgende maand nodig, ja, dan ga ik misschien moeten kopen zonder die 30% korting. Ja. Dat is een beetje... Maar dus je zegt eigenlijk, stel dat je nog een goed werkende wasmachine hebt, dan is een wasmachine met zelfs met 40% korting totaal nutteloos, want ja, je hebt er nog één. Ja. En laat je niet vangen, maak op voorhand een lijstje en beperk je tot die producten. Exact, en ja, dat is wat ik gedaan heb. Ik heb zelfs al in verschillende webshops een handvol tv's in mijn winkelkast. Een handvol tv's. Ja, echt waar. En wat als Noah straks in een onbewaakt moment op oké klikt, stel betalen met Klarna binnen de 30 dagen. Stel u voor. En die worden thuisgeleverd. Retouren. Ah, ja. Nee, maar ik heb dan ook zo'n screenshotje van gepakt. In case dat ze toch nog eens met de prijzen gaan, gaan sjoemelen. Maar daar hebben we het straks nog over. Hè. Maar nee, ik zeg het. Doe je huiswerk op voorhand een beetje. Maak eigenlijk al een verlanglijstje van wat je wilt. En zet dat gewoon direct in je winkelkar al. Hè. Want
dat brengt mij eigenlijk bij punt 2. Snelheid is alles. Oeh, moeten we snel zijn op Black Friday? Ja, vind ik wel. Hoezo? Ja, je kunt natuurlijk discussiëren over wat snel is. Ik zeg altijd, je moet sneller zijn dan de rest. Hè. Als je al geen winkelkarretje op voorhand hebt gevuld, zoals ik, ja, zorg dan tenminste dat je overal bent ingelogd of dat je al een account hebt. Hè. Want ja, de meeste mensen die hebben wel zo, ja, een account op echt de grote sites, zoals bol.com en Amazon en Coolblue. Mm-hmm. Maar je hebt ook elektroketen zoals Krevel, Van den Borre. En je zoekt naar een merkje dat je zo echt een keigoeie deal ziet, maar je bent nog geen lid van die website, of je moet zie het al voor u. Dat je in de zetel zit met je smartphone en dan moet je op je smartphone heel die registratie doorgronden. Oh. Exact. Uw naam, uw familienaam, uw adres, uw e-mailadres, uw leveradres, dan wachten op die bevestigingsmail. Klikken. Komt niet aan. Zit in de spamfolder. Ja. Oh. Daarop klikken. Dan kun je pas op bestellen klikken. Uw betaalmethode kiezen. Bankkastje gaan zoeken. Dan zijn we eindelijk klaar. Drukt op afrekenen. Oei, dit product is al uitverkocht. Ja, dat is echt... Ik heb het al een paar keer meegemaakt in het verleden. Waarom heb je een andere tv gekocht? En leg het dan maar uit, hè. Op zijn 10e verjaardag. Ja. Ik wil die met een hogere refresh rate. Oh, maar echt... Ik zeg het, snelheid, het is belangrijk. Hè. Ik blijf ook gewoon langer op en ik wacht effectief tot middernacht. Echt? Dus niet op donderdag, maar op zondag al. Hè. Dus ja. Maandag, Black Friday week. Black Friday week. En ik wacht echt op middernacht om te zien of de website dus meteen alles refresh. Is dat gezellig in uw bedje onder uw donsdeken met uw smartphone? Of is dat gewoon ongezellig in de kille ruimte die uw living is? Kill. Staan er 3 tv's in, is niet goed. Staat er maar 1 tv in, is niet goed. Mijn punt is, zie gewoon dat je voorbereid bent, want elke seconde kan wel een stellen voor de beste deals. Zorg dat je betaalmiddel klaar staat, dat je account aangemaakt is. Dat je echt nog moet gewoon klikken en bestellen. Oké. Ook deze week delen wij een fantastische tip van een luisteraar. En deze keer kwam die binnen via Instagram. Een luisteraar zegt het volgende. Ik beluisterde vandaag jullie laatste podcast, waarvoor dank om er alweer een mooie van te maken. Dat vind ik al een leuke binnenkomer. Ja. Ik hoorde jullie oproep tot vrekketips. Is het vrekkig van mij om met een lat mijn tandpasta uit te duwen? Voor de zekerheid knip ik ook in de tube om met mijn borstel het laatste eruit te halen. Ik heb voor elke ert in de tube betaald, toch? Zo is het. Dat is keihard waar. Ik vind, ja, doe jij dat met een lat of ik leg mijn tube op de grond. Huh? Serieus? Ja, ik leg mijn tube op de grond. De kinderen staan met hun mond open aan de andere uiteinde van de badkamer. Dan stamp ik daarop en als de tandpasta in hun mond vliegt, dan weet ik dat... Dan krijgen ze 5 punten. Dan mogen ze uit de onderste rij kiezen. Exact. Maar ik maak er ook wel een sport van echt om... Ja, echt alles uit te knijpen tot het laatste. En ze maken van die verpakkingen waar het echt moeilijk is, hè, waar dat de opening zo veel te groot is. En ja, gewoon, zet er gewoon de schaar in. Ja, inderdaad. Ja. En zeer goede tip. En je kan zo zeker nog, ik denk nog 5 poetsbeurten eruit halen. Veel succes nog bij het maken van een podcast, klinkt het nog. Het is geweldig om ernaar te luisteren. Ook fijn om jullie te zien op tv. Jullie zijn een hit. Zeg. Nee, top, dat zijn fans, hè. Ja, jongens. Leuk. Heb je zelf een fantastische tip? Stuur die vooral door via Instagram @vrolijkevrekken of gewoon naar podcast@vrolijkevrekken.be. En wie weet ben jij volgende week aan de beurt. Huismans, van je smartphone afblijven. Zeg maar liever nog een keer wat mijn eerste 2 puntjes waren. Wacht even. Op voorhand een lijstje aanleggen en snel zijn als het zover is. Klaar zitten. Zeer goed, huismans. Hey, Vaart, neem daar eens een voorbeeld aan. Oké, meester. Bon. Stap 3. Koop technologie, geen textiel. Textiel. Ja, maar iedereen wil mee profiteren van Black Friday. Hè. Je zal dat zien als elke winkel en elke sector aan die actie gaan meedoen. Maar... eigenlijk is Black Friday toch vooral een technologiefestijn. Pas op, ik zeg niet dat je alleen maar goede deals kan doen met elektronica, maar feit is, als je de laatste jaren bekijkt, de grote promoties zijn toch vooral daar te vinden. Hè. Allee, als het maar een stekker heeft, zal ik maar zeggen. Dus laptops, desktops, smartphones, scheerapparaten, ja, alles? Ja, wees maar zeker. Maar pas op, want ze gaan nu ongetwijfeld ook lokken
met de goedkoopst mogelijke toestellen, neem nu desktops en laptops, gegarandeerd gaan die meest goedkope producten zo iets mankeren. Zo, allez, weet je, wat te weinig RAM-geheugen hebben of een zwakke grafische kaart. Doe dus echt op voorhand uw research. Of de kans bestaat dat je na 2 jaar mailen en printen met een machine zit die bij het openen van een nieuw Facebook-venster zo, weet je, het geluid begint te maken van een Apache-helikopter. Achter door, achter. Kijk, kennen ze van die mensen toevallig? Moeders. Ja, vroeger zo'n een PC, maar zo echt, ja, echt nog nauw een bakken. En dat was, als je die aanzette, dat was precies dat er permanent gestofzuigd werd in huis. Maar dat stof bleef gewoon liggen in mijn kamer. Dat was triest. Okay, jij maakte je kamer niet proper, of wat? Jawel, maar niet vaak genoeg, waarschijnlijk. Ja, best het. Maar technologie, dan zit er wel goed met je tv, hè, Christophe? In principe wel. Maar ja, daar moet je ook op letten. Lees alsjeblieft op voorhand al wat reviews van wat de beste toestellen in uw prijsklasse zijn. Enfin, en dan eigenlijk ook de prijsklasse erboven. En moet je wat rekening moeten houden met de kortingen. Zakken, ja. En zoek als het zover is of die toestellen in promotie staan. Want ik wil ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Hè, maar sommige handelaars gaan nu echt proberen liggen te hebben met instapmodellen die misschien helemaal niet zo'n goede beeldkwaliteit hebben. Of waarvan de apps, want het zijn nu toch allemaal smart TV's, tergend traag werken of gaan crashen na een tijdje. Ja, en die apps worden belangrijker en belangrijker. Zeker als je onze 8e aflevering hebt beluisterd, waarin we uitleggen hoe je meer dan €300 kan besparen op je telenetfactuur door je decoder buiten te gooien. Want het staat toch allemaal gratis online. Ja, nu, ik ken zo iemand, Karen, hè, die jaren geleden dacht dat ze de deal had gedaan op Black Friday door een of andere smart TV van een vaag merk te kopen. Superstunt, 50% korting. Ja, dat was een goede tv in het begin. De eerste 2 weken. Dan kwam er een update van een paar apps. En dan, ja, exact zo. En na een half jaar begonnen die apps al heel traag te werken. En ik denk dat we nu 2 jaar verder zijn. En basically, Karen kan alleen nog Netflix kijken als de stand van de maan goed staat of zo. Want hij heeft rest. Dat is echt dat ding dat marcheert meer niet dan wel. Okay. Dus let er toch mee op en ga toch waar mogelijk voor... voor een deftig apparaat. Zoek recensies op en ga voor iets dat werkt. Nu, huishoudapparaten, keukentoestellen zouden naar schijnt ook altijd van in promotie staan tijdens Black Friday. Maar ik moet bekennen, Ewout, daarvoor kijk ik naar u. Jij bent tenslotte nog altijd de gediplomeerde hulpkok. Ah, ja, nu dat je het zegt, inderdaad. Ja, goed. Goed, Christophe. Nee, maar ja, ook keukentoestellen. Ja, heeft mijn stekker. Komt ook gewoon allemaal in promo. Hè. Stel dat je nu al jaren op zoek bent naar een KitchenAid. Zoiets waar je heel lang over twijfelt. Dat is toch wel vrij duur. Dan loont het misschien wel de moeite om eens te kijken. Als er nu €100 afgaat, dan kan je toch maar mooi een dealtje doen. En ik denk dat een KitchenAid ook wel zoiets is waar je rap moet bij zijn. Want je wilt daar toch ook zo die specifieke kleuren van hebben. Is dat niet zoiets als zo... Ja, er zijn elk jaar wel zowel nieuwe modekleuren die aan het assortiment... Ja. Het is ongelooflijk dat ik dat je zit over KitchenAid. Nieuwe modekleuren die aan het assortiment worden toegevoegd. En zo een mint green, een matte of een glanzende. Ik heb thuis een cherry red, als ik het even mag zeggen. Ah, wel, ja. Een glanzende rode. Tof apparaat. Was geen sponsor. Mag altijd natuurlijk. Hè. Maar kei leuk om in te bakken of te... koken. Ja, over sponsors gesproken, ik heb nu geen KitchenAid, maar ik heb dat eigenlijk ook niet nodig, want ik haal altijd mijn groenten en fruit en zo, en mijn vlees kopen in de Lidl. Het is altijd super kwaliteit, dus ik heb er gewoon, ik smet er gewoon in een pan en je maakt daar de lekkerste gerechten mee. Je hebt daar geen keukenrobot voor nodig, jongen. Dat is toch een keukenrobot, hè? Dat is een KitchenAid. Ja, dat is waar. Maar Christophe, Black Friday, is dat geen goede gelegenheid om eens je kleerkast te verversen, want je zit nu al 7 afleveringen met dezelfde t-shirt aan het presenteren. Ik krijg die opmerking wel vaak. Ja, ik ook, Christophe, ik ook. Dat zijn effectief al andere t-shirts en gewoon identiek dezelfde t-shirts. Vorig seizoen was de zwemshort, nu is het gewoon een t-shirt. Ah, wel, ik heb toch al... Stijlicoon Bogaert. Wel, ik leer me toch al beter. Maar kun je kledingdeals doen op Black Friday? Dat kan, maar over het algemeen zijn die minder aantrekkelijk dan bij elektronica. En waarom? Wat, de reden is eigenlijk nogal simpel. Hè. Je zei het er straks al, de solden moeten er nog aankomen. Hè. Binnen een dikke maand eigenlijk na Black Friday heb je de solden. Je hebt tussendoor ook nog een beetje de feestdagen, waar ze nog wat speciale acties doen. En ja, die hebben eigenlijk nog wel wat tijd om van hun stok af te geraken. Hè. Want dat is uiteindelijk solden. Hè. De stok, dingen die niet meer in de winkel gaan liggen, daar moeten ze van af. Nu, tenzij je dat ene hemd of dat ene kleed absoluut moet hebben, een paar weken geduld hebben, kan je gemakkelijk nog enkele tientallen procenten extra korting opleveren. Pas op, voor hetzelfde geld ook niet. Allee, het is geen exacte wetenschap, nee. Maar
over het algemeen, kleren zijn niet echt zo... Het Black Friday item, exact. Maar huishoudtextiel, dat is dan weer wat anders. Om dat uit uw mond te horen, huishoudtextiel. Ja, want denk maar aan handdoeken en beddengoed. Ja, uit marktonderzoek blijkt dat je die tijdens de Black Friday-periode dan weer wel tegen uitzonderlijke kortingen kan vinden. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat komt, maar ja, ik vermoed ja, omdat een laken is en dat dat niet zo seizoensgebonden nee, is als kleren. Het zijn, denk ik. Nee. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, heb je een nieuw laken nodig, wacht nog een weekje. Allee, wacht nog een paar dagen. Het kan zijn dat die... Of koop je een laken dat iets trendier is dan de t-shirt die je nu aan hebt en knip er twee gaten in. Hè? Dat wordt strafschrijven, huismans. Stap 4. Van het kastje naar de muur. Want, Ewout, wist jij dat er een heel leuk trucje bestaat voor webshops om te zien of die foefelen met hun prijzen of niet? Ja, ik heb het namelijk een aantal jaren geleden zelf bedacht. En dan heeft heel de wereld het toch weer opgenomen. Nee. Ja, ja. Ik was de eerste die daar een artikel over schreef. Echt waar? Okay. Maar, leg het vooral uit. Ja, maar, ja. Je hebt hier goed research gedaan, want je hebt goede artikels gelezen. Zoveel is duidelijk. Oké, ik ben een beetje... verrast, oké, tof. Dus Ewout, je weet het waarschijnlijk niet, maar als je met Google Chrome of Mozilla Firefox een webshop bezoekt en een bepaald product hebt aangeklikt, dan kun je heel eenvoudig, dus het woord cache, C-A-C-H-E, voor de URL in de adresbalk typen. Met en een dubbelpuntje erbij nog, hè? Ja, dubbelpuntje dubbelpunt. We zullen dat ook wel gewoon onder de aflevering zetten in het artikel op nieuwsblad.be/vrolijkevrekken. Dat is een goede gedachte. En je krijgt dan, als je dat hebt gedaan, dezelfde pagina te zien, maar van enkele dagen geleden. Het is dus een momentopname die door Google werd opgeslagen in het tijdelijk geheugen. Dus cache. Ja. En als je daar de prijs bekijkt, dan weet je meteen of die spectaculaire aanbieding op Black Friday wel echt spectaculair is. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je een strijkijzer op het oog hebt, je klikt gewoon de pagina van dat strijkijzer open, je gaat naar de URL-balk en helemaal voor de HTTP zet je gewoon cache. Dubbelpunt. En dan ga je in Google een vorige versie van die pagina tevoorschijn halen die nog in het geheugen zit van Google. En vaak is dat van een paar dagen ervoor en zie je dan de prijs van die paar dagen ervoor. Ja, je moet er wel mee oppassen, want sommige producten zijn nieuw in het assortiment en die komen dus ook niet in dat cachegeheugen voor. Nee, en ik heb ook al gemerkt de laatste jaren dat sommige webshops daar zoiets inbouwen, zolang dat die prijs gewoon niet meer zichtbaar is in het cachegeheugen. Ah, is het? Ja, heel moeilijk zichtbaar nog. Nu, er bestaan wel andere trucjes. Eén website die ik goed ken is camel.com. Het is driemaal kameel op zijn Engels. Okay. Ja. De kameel heeft hoeveel bulten? Dat weet je ongetwijfeld. Twee. Ja, inderdaad. Dus, en die bulten hebben zo een patroon van een grafiek die op en neer gaat. Mm-hmm. Vandaar de naam camelcamelcamel.com. Okay. Dat is een site die voor producten van Amazon gewoon alle prijshistorie opslaat. Dus stel dat je nu op Amazon een product hebt gezien, je copy-paste de URL van dat product op die camelcamelcamel.com. En dan zie je daar echt van de afgelopen, soms tot 10 jaar terug, de hoogste prijs, de laagste prijs, de exacte evolutie. En dan kan je zien van, kost hier 100 euro, maar ik zie dat het in april wel maar 40 euro kostte. Dus misschien moet ik gewoon wachten tot het terug 40 euro kost. En je kan dan ook een alert instellen wanneer de prijs zakt tot 40 euro, dat je een mailtje krijgt. Dan kan je kopen. Ja, dat is wel cool. Hè? Dat is wel cool. Dat is misschien ook wel goed voor speelgoed. Bij Lego heb je ook zo Brickwatch. Ja. Brickwatch. Ja. Dat is ook zoiets waar je al die Lego-sets Playmobil kan bekijken. Playmobil en Lego, ja. En dan zie je ook zo die evolutie en wanneer het duurste was, wanneer het goedkoopste was, wat de prijs nu is, of dat een goede prijs is, hoeveel dat je betaalt per blokje ook in het. Ja. Echt schitterend is dat. Hè? Ja, en het goede is natuurlijk als je dan ziet dat er tijdens de solde altijd een enorm dal is in die grafiek, dan wacht je beter tot de solde in plaats van nu al op Black Friday je slag te slaan. Hè? Ja, exact. Als het de afgelopen jaren al niet op Black Friday het beste moment was om dat item te kopen, dan zal het dit jaar waarschijnlijk ook niet zijn. Meester Bogaert. Wat is het, huismans? Duurt het nog lang, want ik moet naar de wc. Dat kunt je hier ook. Oké, meester Bogaert. Bon. Stap 5. Hou in. Hou het op. En wacht. Tot Cyber Monday. Ah ja, want Black Friday, mond uit in Cyber Monday. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Ongelooflijk eigenlijk. Hè. Fantastisch. Hè? Ja, dus een hele week, maar nu is er nog een... Ja, het is nog een gatje in de kalender de maandag daarna. Wat zouden we doen? Ja, Cyber exact. Monday, dus Black Friday is destijds ontstaan. Ja, uiteraard voordat er webshops waren. Dus dat ging alleen maar over fysieke winkels. Ja.
dan op een gegeven moment, ergens zo in 2005, denk ik, of zoiets, dat ze hebben gezegd van, we moeten eigenlijk ook eens zoiets beginnen voor webshops. En we zullen dan na Black Friday op maandag Cyber Monday doen. Maar dan hebben alle winkels gaandeweg, ja, webshops gekregen. Ja. Dus alles zit nu zo... Eén grote korting. En... Maar feit is wel dat op Cyber Monday er wel nog altijd speciale acties kunnen zijn. En dat bepaalde producten misschien nog iets goedkoper kunnen zijn. Maar ja, dat is een beetje het risico nemen. Hè. Dat is kijken of dat je goedkoper gaat uitkomen of niet. Voor hetzelfde geld is bijvoorbeeld mijn tv dan al lang uitverkocht. Dus ik weet niet of ik dat risico ga pakken. Ja, en een trucje dat we ooit al in aflevering 2 hebben gegeven, onze kortingenaflevering. Ja, als je ingeschreven bent op nieuwsbrieven en je laat die zo allemaal in een of andere loesje mailbox toekomen voor spam, ja, dan kan je gewoon in je archief gaan kijken van wat heeft deze winkel nu vorig jaar gedaan op Cyber Monday en op Black Friday. Dan kan je zo wat inschatten van, ja maar, ze geven hier op Cyber Monday nog een kortingscode voor 10% extra korting. Ja, dan wacht ik wel even. Ja. Dus ja, die acties komen ook gewoon elk jaar terug. Dus doe je voordeel met nieuwsbrieven uit het verleden op te snorren. Rest ons nog maar één vraag, hè. Wat zou mijn cyberbuurvrouw daarvan zeggen, hè? Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Christophe, je gelooft nooit welke slag ik nu geslagen heb. Ik heb al een pre-Black Friday deal binnen. Zie hier, een anticellulitisch apparaat. Aan min 70% ten opzichte van de adviesprijs. Kijk, hier is de sticker. Oei, dat komt los. Hoe, die vorige prijs was maar 10 euro duurder. Ik trek naar de rechter. Tja, onze Karen. Ik moet zeggen, haar benen zagen er schoon uit, hè, toen ik ze gisteren in haar Mazda MX-5 zag wegzoeven. Maar ik hoop voor haar dat ze niet naar de rechter ging, want veel gaat ze daar niet kunnen doen. Want ja, een Black Friday label, of zelfs een pre-Black Friday label op je producten kleven, is niet verkeerd. Nee. Korting zelfs, is korting, hoe klein ook. Ik kan dat zelfs op u kleven, Christophe. Dan ben jij een Black Friday deal gewoon. Met een stiftje erop. Het is zo, prijzen vergelijken met erg hoge adviesprijzen. En ik doe weer even air quotes. Dat is een praktijk die het jaar door wordt toegepast. Maar als consument blijf je toch best op je hoede. Hè. Deals die echt extreem klinken, die zijn vaak helemaal niet zo extreem als ze lijken. Ja, er is wel een regel. Hè. Dus als een winkel zegt, dit is een Black Friday deal, dat mag op alle producten, maar als ze daarbij zetten van dit is de originele prijs en er is dus bijvoorbeeld 100 euro korting, dan moet dat altijd vergeleken worden met de laagste prijs van de 30 dagen voor die Black Friday deal. Dus dat is wel de regel, daar moeten die shops zich aan houden. Of ze dat allemaal doen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar dat is sinds dit jaar wel de nieuwe regel waar ze zich aan moeten houden. Ze hebben dus eigenlijk nu een speelruimte van 30 dagen, ja, zal ik maar zeggen. En de laagste prijs van die 30 dagen moet de prijs zijn waarmee dat ze vergelijken als ze korting geven. Ik stel me dan de vraag, gaan de deals vanaf, want het is vanaf dit jaar, hè? Ja, het is vanaf mei, denk ik, dat het dit jaar geldt. Zouden de deals dit jaar dan slechter zijn dan het jaar ervoor? Alleen gaan we minder kortingen zien? Dat denk ik op zich niet, maar ik denk wel dat de 30 dagen voor Black Friday, dus eigenlijk ja, gans november en het laatste deeltje van oktober, dat je dan niks mag kopen, want dat dan de prijzen misschien wel eens artificieel een beetje hoger zijn gedreven om met extra straffe kortingen uit te pakken, die dan natuurlijk niet zo straf zijn. Het zijn toch leven, hè? Dat leer ze niet op school, hè, Christophe. Dat kan wel tellen. Deze week, Christophe, gaan we tellen met een mailtje dat ik vorige maand ontving, want ik ben vorige maand verjaard. Begin oktober. Nou, je moet me dat niet aan herinneren. Amai, Bert denkt, is enthousiast. Hij denkt, als ik dat zo elke maand herhaal, gaat hij mij misschien iets geven, maar... Dus. Maar ik heb we toen... hebben altijd 2 flessen wijn te goed, hè. Je weet dat toch nog 20 euro. Ja. Ik heb die echt gegeven, hè. Nee, ik heb toen een mailtje gekregen van de bekende drogisterijketen Kruidvat. U wel bekend waarschijnlijk. Al bekend. Steeds verrassend, altijd voordelig. En die stuurde mij het volgende. Hip hip hoera, het is je verjaardag. Daarom trakteren we jou als lid van de Kruidvat Club. Want ja, ik ben natuurlijk lid. Op 30 gratis spaarpunten bij je volgende aankoop. Hela. Kom aan jongens, laat de slingers maar knallen. Inderdaad, 30 punten. Je denkt dan aan my fameuze geste. Ik ga dan happy zeker iets birthday, kopen. Happy birthday, happy birthday. Maar dan lees je de volgende zin. Wist je dat je bij 450 punten al een korting krijgt van 2,5 euro? Dus ik heb dat dan even omgerekend. En die 30 spaarpunten betekenen zomaar eventjes een korting van net geen 17 eurocent.
op mijn volledige volgende aankoop. Ja, maar Christophe, ja, tel dat eens uit. Als je dat nu elke verjaardag doet, op 10 jaar tijd, is dat wel al een korting van... €1,70. Ik zou zeggen, steeds verrassend, altijd voordelig, toch? Dat laatste durf ik te betwijfelen, maar steeds verrassend, dat alvast wel. We zijn nog steeds Christophe en Ewout en al jullie extreme vrekkentips, die zijn welkom op podcast@vrolijkevrekken.be. Als je genoten hebt van de aflevering, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En volg ons ook op Instagram, @vrolijkevrekken. Wat wordt het volgende week, Christophe? Volgende week gaan we het hebben over treinen. Hè. Treinen? Ik bedoel niet sporten, hè, maar met de trein reizen. Maar, ja. Daar valt nog wel wat te besparen. Besparen. Oké, kijk er naar uit. De NMBS niet, denk ik. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart en de montage gebeurde door House of Media. De Vrolijke Vrekken zijn professionele onnozelaars. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Eventuele kortingen op deze podcast berusten op drukfouten en worden niet aanvaard aan de kassa. Koop bij Lidl.